Mijn moeder is opgegroeid in een broeikas. Dus die heeft haar hele leven. Is ook heel warmbloedig van geworden. Dus wat dat betreft, kunt u gewoon over broeikas, vanaf de broeikas door naar het effect. Ja. En dan hebben we gewoon het hele onderwerp gecoverd. Broeierigheid, beeldbroei. Dus als jij dat nou even kunt researchen, dan ga ik nog even een spelletje doen. Ja. En dan kom ik zo bij je terug. Is de research nou alles af? Moet ik je weer slaan? Ik heb wel meermaals een zaakje gehad met een vertrouwenspersoon van de NTR. Die heeft moeten ingrijpen omdat hier de werkhoudingen ontzettend verstoord waren. Maar ja, als je ziet met wat voor mensen ik moet werken, dan is het ook wel begrijpelijk. Zo, nou hier is je research. Echt? Zeg ermee. Dit allemaal? Moet ik het allemaal lezen? Allemaal lezen. Ja, ja. Nou, ik weet alles wel volgens mij, dus dan kunnen we nu gaan schrijven. Wat heel belangrijk is, is dat de cliphanger altijd geschreven wordt op A5 formaat. En dat doen heel weinig mensen in Nederland, maar de echte vaklui werken nog gewoon op A5. En het is geen landscape, maar portrait, dus niet zo, maar zo. Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn, dus dat moet ik altijd even instellen. Gassen als koolstofdioxide, waterdamp en methaan. Je ziet het al voor je. En dan nog een grap. Broeikas. Brrr. Iets met... Als het heel koud is, dan heb je geen broeikas, maar een brrr oeikas. Blijft. Ik heb hem wel zo'n beetje, denk ik. Het zijn nu 202 woorden. Netjes. Ja? Ik denk, als ik een beetje snel inspreek, dan houden we het wel onder de 1 minuut 10. Let's go. Nou, ik heb de tekst, dus we kunnen gaan inspreken. Zo. Oh, het is toch groter van binnen altijd. Planten en diersoorten sterven uit omdat ze zich niet kunnen aanpassen. In de atmosfeer, zoals een broeikas de warmte binnenhoudt. Dit noemen we dan ook het broeikaseffect. Toppie? Oké, kan ik hem afvinken? Weer top, hè? Ja. In één keer. Ja, het gaat altijd in één keer goed. Ik heb nooit meer dan één take nodig. Nee, gaat eigenlijk altijd perfect. Ja. Dan kan je naar Erik. Alright, top. Ik heb net een telefoontje gehad en ik mag vandaag weer beginnen aan een nieuwe cliphanger. Stap 1, we gaan eerst de voice-over luisteren. Daarvoor heb ik nodig een bak koffie en natuurlijk geluid. Door de straling van de zon zitten wij er op aarde redelijk behagelijk bij. Met een gemiddelde temperatuur van zo'n 12 graden. Dat noemen we dan ook het broeikaseffect. Stap 2, we gaan nu schetsen maken. Zo, ik heb nu alle tekeningen en dan is het nu tijd voor het echte werk. Ik ga nu naar mijn computer en dan gaan we beginnen aan het storyboard. Oké, het storyboard is nu af. En ja, wat ik heb gedaan is, je ziet nu hier al die plaatjes. En dit is eigenlijk het hele verhaal wat in de voice-over verteld is, heb ik uitgewerkt. Ik gebruik nu al mijn tekeningen die ik in het storyboard heb gemaakt. Die gebruik ik nu om de animatie te maken. Deze worden daarna weer netjes overgetrokken. Dus dan krijg je dit te zien. Ja, ik animeer dus alles op losse lagen. Dus zodat ik alleen bijvoorbeeld het poppetje hoef te tekenen. En de lading sneeuw die naar beneden valt, komt daar weer bovenop. Nu alle scènes geanimeerd zijn, ga ik ze in het montageprogramma stoppen. En daaronder plaats ik dus de voice-over van Michiel. En daaronder weer geluidseffectjes om het extra grappig te maken. Zij hebben heel belangrijk. Zij houden de warmte in de atmosfeer.
Zo, het filmpje is klaar. Hij staat op de stick. Hij gaat nu richting Mediapark en ik hoop dat ze hem leuk vinden. Hier is uw koffie, mevrouw. Oh, lekker. Staat hij al online? Het broeikaseffect. Proost op het broeikaseffect. Sorry. Is het andere koffie? Ja, dat denk ik wel.